Hallo dames en heren en hartelijk welkom bij weer een nieuwe video. We zijn aangekomen in een nieuw spel wat morgen uitkomt, namelijk Subway Simulator Hamburg. Het is een spel van de uitgever Aerosoft en Novola. Ze hebben ook spellen uitgegeven, onder andere OMSI 2, Fernbus Simulator, City Bus Manager. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, kijk dan zeker even op hun site. Ik wil dus ook graag Aerosoft en Novola hartelijk bedanken voor het opsturen van een gratis code van deze Early Access Game. En we gaan hem gewoon eens even proberen en ik ga jullie laten zien hoe dit spel werkt. In tegenstelling tot de vorige keer heb ik al wel de enige tijd gespeeld in het nieuwe spel. Dit komt omdat ik jullie gewoon goed wil laten zien hoe het spel werkt. En mijn eerste indruk, kan ik alvast vertellen, is heel positief. Want het is een super simpel spel wat heel makkelijk te leren is en ook makkelijk te spelen. Om een voorbeeld te geven, je hebt hier drie modus. Je hebt de timetable, expert modus en scenario. De expert modus werkt nog niet zo helemaal goed in deze early access mode. Voordat we hiermee verder gaan wil ik natuurlijk wel even zeggen, ik ben geen expert op het gebied van metro's besturen. Ik ben een expert op het gebied van busrijden en vrachtwagen. Dus ik zal niet zo heel professioneel hiermee om kunnen gaan, maar dat even terzijde. Als je het spel opstart, dan kun je gelijk kiezen tussen nieuw, credits en ook wat settings. In de settings heb je nog niet heel veel keus. Je kunt namelijk deze dingen aanpassen en ook de kwaliteit, zeg maar. Maar wat ik nog wel jammer vind, is dat we de controls niet kunnen veranderen. Ik hoop in de toekomst namelijk dat ik mijn stuur kan aansluiten op dit spel, waardoor ik dus ook met de stuur- en gaspedalen en zo de metro kan bedienen. We gaan een nieuwe timetable starten. Je klikt gewoon een timetable aan, dan ga je naar next. En dan kun je hier kiezen uit allemaal ritten die je wilt gaan rijden. Next. En alles wordt nu voor je gedaan. Je wordt gewoon in de metro gezet en je kunt meteen vertrekken. Wat informatie. Je kunt op oké drukken. Dan kun, als je de rechtermuisknop indrukt, kun je bewegen. Het loopt nog niet helemaal soepel, maar waarschijnlijk wordt dat in de toekomst ook nog aangepast. F1 geeft mij de helpopties. Dit zijn dus alle sneltoetsen die ik moet gebruiken. Je kunt ook eventueel de metro bedienen met je muis. Je hebt de mogelijkheid om te schakelen tussen de cockpit view en je buitenview eigenlijk. Daarnaast is het dus mogelijk om met de numlock toetsen de deuren te openen, te sluiten en vrij te geven. Ik denk dat we maar eens gaan beginnen. Ik heb de mogelijkheid om de metro te besturen met deze hendel. Maar ik denk dat ik nou gewoon eventjes de toetsen A en D ga gebruiken. Dat is wel makkelijker voor mij. Dus ik denk dat wij eens gewoon gaan zeggen A, gas geven. En daar gaan we. Nou, ziet er super leuk uit dit. Gewoon even lekker rijden. We gaan een beetje remmen, want ik denk dat we nou aankomen bij de eerste halte zo dadelijk. Ja, daar is die. Goed, rustig gas terugnemen. Rustig remmen. En dan staan de mensen al te wachten. En als het goed is, zouden ze nu dus ook automatisch moeten instappen. Zo. Stap ik even uit. En dan moet ik met nummerlok 7, dan 8. En dan gaan de deuren open. En als je daar in de verte kijkt, zie je dat de mensen instappen. Zo simpel is het. Dit is gewoon eigenlijk een beetje hoe het spel in elkaar zit. En dan gaan we weer vertrekken. Dan gaat hij weer. Op weg naar de volgende halte. Nou, rechts onderin kun je zeg maar de info van de rit zien. Je ziet hoe hard ik mag rijden. Je ziet ook in hoeveel meter er een snelheidswijziging komt. Daarnaast zie je ook hier met die schuif die op en neer gaat hoeveel gas ik geef en hoe hard ik kan remmen. Ik kan hem ook neutraal zetten. Wat ik niet kan zien is wanneer de volgende halte is. Dus ik hoop dat dat in de toekomst ook wel toegevoegd wordt. Want dat is wel makkelijker. Zo, ik een beetje gas terugnemen, want we mogen ze dadelijk maar 50 rijden. Keurig op tijd. En de meter die wordt ook oranje en rood als je te hard rijdt. Dat is ook altijd spannend. Dan gaan we nou naar links of naar rechts. Wat wordt het? En we gaan naar rechts. Beetje remmen. Dat we precies op het einde stilstaan. Ik heb het gespeeld met een kortere metro, maar nu hebben we dus een langere. Dus dan moet ik ook heel mooi aan het einde zo stoppen. Goed, dan gaan we de deuren aan de linkse kant vergrendelen. Dan gaan we de deuren openen. En dan stappen de mensen weer in. Deurtje sluiten. Hop, daar gaan ze. Hé, er komt nog iemand voorbij. Gas geven maar. We hebben groen, dus we kunnen lekker doorknallen. Nächster halt, Barmbek. Übergang zur S1. Ausstieg rechts. En ze roepen de halters ook om, hè? Net als in OMSI, dat doen ze daar ook altijd. Ik vind de controls echt heel fijn. Ja, het nadeel is wat ik dus al in het begin zei. Je hebt niet de mogelijkheid om je sneltoetsen aan te passen. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dat in de toekomst nog komt.
Maar ja, weet je, dit is een spel wat iedereen kan. Het is maar even een half uurtje wennen en dan heb je het zo onder de knieën. Ik vond City Bus Simulator wat moeilijker te begrijpen in het begin. Maar deze is dus heel makkelijk te doen. We gaan weer een beetje remmen. Niet te hard, want ik moet nog een stukje doorrijden. En mooi aan het einde stoppen. En je ziet ook rechtsonderin een T'tje staan. Dat is eigenlijk een beetje de mededeling dat de trein nou niet kan vertrekken. Deurtje sluiten. Even wachten tot die T verdwenen is. En dan gaan we weer. En ondertussen een beetje genieten van de omgeving natuurlijk. Hè? Dat is ook wel de bedoeling. Ja, het is grafisch wel een klein beetje simpel. Als je het vergelijkt met natuurlijk Euro Truck Simulator is dit wel grafisch wat minder. Maar volgens mij is het wel... Het ziet er niet verkeerd uit. Het is heel veel variatie. Oh, ik moet remmen. Oh, dit gaan we niet halen. Of wel, dat gaan we misschien net halen. Ja. Ik rem nu maximaal. Ja. Oh, we gaan het gelukkig halen. Scheelde me niks of ik was voorbij gereden. Stappen wat mensen uit. Dan gaan de deurtjes weer dicht. En daar gaat hij weer. Gassen. We zijn nu natuurlijk in de timetable modus aan het spelen, een soort carrière modus. Maar ik denk als je in de expert modus gaat spelen, dat je dan zeg maar de metro moet opstarten en ook moet aangeven waar hij naartoe gaat. Timetables maken, dat allemaal zelf moet. Kijk, het voordeel van een metro ten opzichte van een bus is natuurlijk dat je niet hoeft na te denken of je ergens tussendoor past. Je kunt gewoon lekker de snelheid rijden die je mag en that's it. Het nadeel is dat je wel heel slecht kunt remmen. Ik denk dat wij nu onder de grond gaan duiken. Even oppassen dat hier niet nog een halte achter zit. Ja, er zit een halte. Oh, ik schoot een beetje te ver door. Oeps. Hebben jullie niet gezien, hè? Hebben jullie niet gezien. Oké. Ja, er kan daar even iemand uitstappen nu, maar dat is niet zo'n ramp. Oh, daar gaan we. Kijk. Dit is het echte metrowerk. We duiken de grond in. En dan gaan we lekker. Ik mag hier maar 30 trouwens. Oh, ik ga veel te hard. Ik had het helemaal niet in de gaten. Geen probleem, remmen we eventjes. Zo, we zijn weer op snelheid. En weer rustig remmen. Je hebt hier ook aan de zijkant van die camera zitten waarmee je... Oh, ze gaan nou uit. Waarmee je zeg maar de passagiers in de gaten kunt houden. Maar die werken ook nog niet helemaal even goed. En we komen weer buiten de grond. Een paar gebouwtjes aan de zijkant. Oh, wauw. Dit is leuk. Ja, dit is mooi gedaan. Oh, volgens mij zie je de haven. Ja, dit is de haven van Hamburg. Als het goed is, zou hier dan ook ergens een snelweg moeten zitten. Want daar zijn we namelijk in het echt overheen gereden toen wij naar Noorwegen gingen. Nou, lekker stop. Oh, ik ben iets te ver doorgereden. Nou... Net niet. Oh, kijk eens hoe perfect die op het randje staat. Als ze nou nog klagen dat ze er niet uit kunnen, dan moeten ze niet zeuren, want ze kunnen er gewoon uit. Toch wel leuk dat ze lekker die variatie hebben tussen stukjes boven de grond en stukjes onder de grond. Maakt ze toch nog wel een beetje interessant. Hier mogen we 80, dus we gaan eens even een keertje maximaal. Kijk hoe hard dat die optrekt. Kijk eens, hoppa. Zo, dat ding is best wel pk's. Als ik dit zo eens gauw bekijk, als je een halte met 40 km per uur inrijdt, zou het altijd goed moeten komen. Even uit je duim zuigen, die regel, gewoon even 40 km per uur een halte inrijden, dan zou het goed moeten komen. Goed, het duurde even, maar we zijn aangekomen. Oké, ik heb even een leuk idee. Wat zou er gebeuren als we bij een station aankomen en de deuren aan de verkeerde kant openen? Gaan de mensen dan ook echt uitstappen aan de verkeerde kant of doen ze het niet? Kijk, het station zit links, dus we gaan de deuren rechts openen. Dus we vergrendelen de deuren aan de rechtse kant en openen. Nee, helaas. Nee, het is echt zo geprogrammeerd dat je alleen maar aan de kant kan uitstappen waar ook een station zit. Hier is het station. Ik mag trouwens maar 40 hier zo, dus ik ga even wat gas terugnemen. Ja. Ja, de laatste halte is Barmbek, dus ik weet niet hoe ver dat nog rijden is. Ah, kijk, we zijn op het einde. Nou, dit was het. Ik denk niet dat het verstandig is om hier nog verder te rijden, dus dit was hem. Je hebt succesvol je timeline afgerond. Je hebt 45 minuten en 50 seconden gereden.
En we hebben een vertraging van maar 50 seconden. Nou, dat is niet verkeerd, toch? En nou mensen, dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze video. Ik hoop dat ik jullie een goede indruk heb gegeven hoe het spel in elkaar zit. Ik wil nogmaals Aerosoft en Novola bedanken voor het opsturen van een code, zodat ik hun spel mooi in beeld kan brengen. En wil jij dit spel nou zelf spelen? Morgen, 16 mei, komt het spel officieel uit. Ik bedank jullie hartelijk voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer voor meer. Voor nu zou ik zeggen, houdoe en bedankt.